bent dus viroloog? Viroloog sommelier. Ik heb in 2001 heb ik de viroloogopleiding gevolgd. Dus 1 jaar. En daarin leer je dus eigenlijk, men zegt alles over wijn, dus druivenrassen, gebieden, over bodem, over wijnproeven, blindproeven. Dus dat je een glas wijn voor je krijgt en dat je dan mag zeggen van welk druivenras het gemaakt is, uit welk jaar, uit welk gebied. Okay. Dat heb ik 1 jaar gedaan en ik ben in 1 keer geslaagd. Het jaar erop ben ik de sommelieropleiding gaan doen bij Peter Klossen. Hij is een hele bekende man in Nederland wat betreft smaak, hè, het combineren van wijn en eten. En daar heb ik dus de opleiding afgerond. Ook een diploma. En ook een diploma. Het is een heel interessante hobby. Het is elk jaar komt er weer een nieuwe oogst uit alle landen. Het proeven van de wijn, kennis vergaren, het genieten van wijn. Ben je alleen of zit je met vrienden? Is het een zonnige zomerdag of is het een herfstige winterdag? Ja. En daarbij natuurlijk, wat voor gerechten kun je erbij eten? Dus het is heel breed. Wijn is eigenlijk als muziek. Als muziek? Ja, het is ook kunst eigenlijk. Wijn kan ook kunst zijn, ja. Mijn favoriete wijn wordt heel vaak gevraagd en het ligt eigenlijk aan wat voor seizoen het is, hoe ik me voel en met wie ik ben. Eigenlijk elke keer kom ik wel weer iets bijzonders tegen wat een hele goede prijskwaliteit heeft, zoals deze wijn bijvoorbeeld. Ja. En dat is jouw favoriete wijn, waarom? Dit is weer een nieuwe ontdekking. Dit is ook trouwens mijn privécollectie. Met deze wijn werk ik nog niet. Dit is van Louis Siep, een heel bekend wijn uit de Elzas. Een Pinot Auxerrois. Meestal zie je Pinot Blanc en dan wordt een beetje Pinot Auxerrois aangevuld. Deze wijnboer heeft biologisch de druiven geteeld en Pinot Auxerrois op een op zichzelf staande wijn van gemaakt. En heel fruitig en echt een super wijn. Ik heb er nog een. Dat is ook net nieuw. Dit is bij de laatste grote wijnconcours in Nederland van een heel bekend tijdschrift Perswijn. Is dit de beste Nederlandse, de beste witte wijn in Nederland. Maar vanuit het buitenland uiteraard. Het is een Zuid-Franse wijn van de Viognier-druiven. Die druif komt voor in, met name in de Rhône, waar echt super kwaliteitswijnen van worden gemaakt. Nou, ik heb het nu over wijnen, die zijn zo om en bij de 6, 7 euro. Mm. Er valt dus heel veel goeds te kopen voor dat geld. Ik heb een aantal wijnen uit het rek getrokken. Wijnen die we eigenlijk zelf importeren. Dus dat betekent dat we die zelf gevonden hebben in Frankrijk of in andere landen. En die importeer je dus naar Nederland om het daar weer te verkopen. Een rosé heb ik uit het rek gepakt. Het is natuurlijk nu al winter, maar dat moet op zich niks uitmaken. Want we gaan vanavond komt mijn vriendinnetje langs. Gaan we lekker de gerookte zalm eten, lekker als hapje. En dan drinken we daar een heerlijk flesje rosé bij. Een Côte de Provence. Provence ligt in Zuid-Frankrijk. Het is een hele mooie zalmroze rosé die heel kruidig is, maar heel elegant. Eigenlijk als een soort van krachtige ballerina. Een heerlijke wijn om zo als aperitief te drinken. Als zomaar even de buurvrouw langskomt of met de meiden even een paar flesjes lekker borrelen. Dan hebben we een hele bijzondere wijn uit Luxemburg. Dat hoor je niet vaak. Dat is Rivaner van het bekende huis Krier. Waar ik zelf ontzettend verzot op ben en mijn vriend ook, is champagne. Dit is een champagne gemaakt door een heel klein wijnboertje, dus geen grote huis als bijvoorbeeld Moët & Chandon. Maar dit is klein, Patrick Rignot. Het is een Grand Cru, dat betekent dat het van de beste wijngaarden vanaf komt, hè, de druiven. En het is een Blanc de Blanc en in dit geval dus 100% Chardonnay. Overheerlijk. Nou, wat ik zelf gewoon heel erg lekker vind bij bijvoorbeeld een Hollands belegen kaas, een stevige kaas, is een zachte Bordeaux wijn. Ik zal het trouwens even voor je openmaken, dan kun je het zelf proeven. Dit is een blendwijn van diverse druivenrassen, van Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc en Merlot. En je zult merken dat het, omdat het een 2006 is, dat het allemaal wat soepeler is. Maar nog steeds toch wel krachtig genoeg om inderdaad lekker bijvoorbeeld wat, bij wat kazen
te combineren. Onthoud wel één ding. Ga het alsjeblieft niet thuis combineren met bijvoorbeeld een blauw schimmelkaas als Roquefort. Want dan zul je merken dat je hele mond helemaal op slot gaat. Omdat het pikant en te zout is. Ik zal hem trouwens even voor je inschenken. Ik doe het een beetje met wat zuurstof erbij. Dan gaat de wijn zich meer geven. Daarom is het zo fijn om grote glazen te hebben. Je gaat natuurlijk als eerste kijken naar de kleur. Veel rode wijnen zijn paars. Dat betekent dat de rode wijn heel jong is, heel, heel licht is. Als een wijn wat ouder wordt, wordt die robijnrood. En als die zeg maar te oud wordt, dat geldt trouwens niet voor Italiaanse wijnen, maar dan wordt het bruin en oranje. Dus dat is heel erg belangrijk dat je met je ogen kijkt. Geur. Je voegt zuurstof toe aan de wijn, daardoor gaat de wijn zich meer geven. En je mag eigenlijk alles gebruiken wat je ooit een keer in je leven hebt geroken of denkt te hebben geroken. Dus ik haal hier heel veel bosfruit uit, wat echt veel zon heeft gehad en veel kruidigheid. Ik voeg wat zuurstof toe aan de wijn, zodat ik de smaak van de wijn goed kan proeven. Laat hem ook echt helemaal door mijn mond gaan, want je proeft niet alleen maar met je tong, maar ook met je gehemelte, met je tanden, met je wangen, met je lippen, met alles. Nou, deze wijn heeft echt wel eten nodig. Het is echt een gastronomische wijn en daar zou ik nu wel een lekker stukje kaas bij.